In Balgooi staan wij inderdaad altijd een vast onderdeel van de route van dinsdag natuurlijk, of van woensdag. Ze komen dan hier langs de camperplaats gelopen, heb ik net begrepen. En Rudy van Haren is de eigenaar. Die heeft die camperplaats nog niet zo heel erg lang, maar hij kent al wel heel lang de route. En ook het feestgedruist en nu dus de rust. Kun jij vertellen, hoe heb je dit Balgooi op de kaart gezet? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Vroeger waren we jong, gingen we natuurlijk allemaal naar Nijmegen, het zomerfeest. En dan kwamen we terug s'nachts om 5 uur. En toen, de eerste keer gingen we bij de rotonde zitten met 3 vrienden in tuinstoelen. En toen zeiden we, volgend jaar gaan we echt die mensen aanmoedigen en niet meer in slaap vallen. Dus we zijn het jaar erop om 6 uur 's morgens opgestaan, de tractor gepakt met muziek erbij, want er was geen stroom. Het jaar erop een platte wagen, het jaar erop een discotheek erop, het jaar erop gratis water uitdelen, het jaar erop peperkoek. We hadden een fitness, we hebben een helikoptervlucht georganiseerd. En na 10, 15 jaar was een beetje de energie op en toen dachten we gaan iets anders doen. En we merkten ook dat de mensen in dit gebied, prachtige Maas en Waal, Wiegen, ook de rust zo mooi vinden. En toen dachten we, hebben hier een campererf en een theetuin in Balgooi. Nou, wat is er mooier dan de rust genieten, voor alle rust en ruimte. En dat hebben we gedaan. Het is een groot succes geworden. Waar we, in 2016 zijn we daarmee gestart. En dat is fantastisch. Mensen vinden dat zo fijn. Geen muziek, even rust. Genieten van de natuur, die hier in Balgooi natuurlijk overal is. Hoe bevalt het hier op de camperplaats? Ja, wij komen speciaal terug hier op deze plek, omdat er zo'n geweldige mensen zijn. En natuurlijk ook een mooie omgeving, fietsen, wandelen. Nijmegen, daar ben je in een half uur met de fiets. Dus. Voor de wandelaars hebben jullie het nu ook weer gewoon leuk ingericht. Ze kunnen gratis koffie en thee krijgen, koekjes en de beroemde cake van jouw schoonmoeder. Ja, dat is gewoon fantastisch. Mijn schoonmoeder houdt graag van bakken en zo komt ze de tijd door met boodschappen doen voor ons. We hebben ook een B&B en dan doen ze kleine boodschapjes. Maar ze bakt heerlijke cake die nog... Ja, er is een merk, heet Oma's Cake, maar wij hebben hier oma Fransje. En ze woont vlakbij in Wiegen-Zuid, dus ook fantastisch. En een lieve moeder en schoonmoeder voor mij en oma voor de kids. Dus ja, dat is fantastisch. En die cake, ja, je mag hem proeven, dus super. Wat is het geheim van jouw cake? Nou, dat wil ik niet vertellen, want daar heb ik Annika beloofd dat ik dat niet door zou geven. Dus we hebben ons eigen recept. Ja, en hoeveel jaar bak je de cake al voor de wandelaars? Nou, zolang als ik hier woon, dus dat is al 25 jaar. Hey, ik mag hem live proeven, hè? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Hij ziet er in ieder geval heel lekker uit. Ja. Oh, hij is heel lekker. Hij is niet te zoet. Dat vind ik lekker. Ja. Hij is compact, maar een hele goede cake. Heerlijk. Ja, er zit een speciaal smaakje aan dat wij er altijd in doen. Maar dat is het geheim, zei Annika tegen mij. Dus... Nou ja, een geheim moet geheim blijven, hè? Ja. Nou, mocht je nou nog hier in de buurt wandelen voor de Vierdaagse, kom dan eventjes hierheen, want er is nog genoeg cake. En er staat hier ook een kopje koffie voor je klaar.